Welkom bij Omroep Huls Reportage. Vandaag de landelijke open dag bij de serviceapotheek. En wij nemen in Huls even een kijkje achter de schermen. Een hele grote balie met mensen daarachter met witte jassen. En ik ben toch wel benieuwd hoe het aan de achterkant er aan toe gaat. Gaan jullie mee? Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Apotheek Reinaert. Dankjewel. Jullie hebben een open dag vandaag. Wij houden vandaag een open dag. Waarom? Het is een landelijk idee van de serviceapotheken. Mm-hmm. Serviceapotheken is een organisatie van zelfstandige apothekers. En wij vinden het belangrijk dat de mensen eens een kijkje kunnen nemen achter de schermen van de apotheek. Okay. Dus vandaar deze open dag vandaag. Nou is het zo, bij de dokter moet je eigenlijk altijd lang wachten. Standaard. Standaard. Bij de apotheek soms ook. Wij proberen de wachttijden zoveel mogelijk te beperken. Maar achter de schermen gebeuren heel wat handelingen. En daarom is het ook wel eens goed dat jullie zien wat wij allemaal doen om uiteindelijk het juiste geneesmiddel bij de juiste cliënt te krijgen met alle nodige controle. Nou is het natuurlijk allemaal hartstikke spannend en wil ik me ook helemaal inleven in het geheel. We hebben in Televisieland hebben wij daar een trucje voor. Ja. Heel simpel. We doen gewoon zo. Tada! Dat is nu echt wel een beetje overdreven. Kom, muts af! Kapje. En ik neem je mee. Zieken zo niet, nee, toch? Nee, zo werken wij niet meer. De receptiebalie. Ja. Hier komen de mensen binnen. Hier komen de mensen binnen. Recepten worden aangeboden. Kunnen op drie manieren binnenkomen. Ofwel biedt de cliënt het recept gewoon aan de balie aan. Ofwel komt het recept elektronisch binnen. Dat wil zeggen dat de huisarts het recept digitaal doorstuurt via de computer. Of het komt per fax binnen. Mm-hmm. Nou, de cliënt komt binnen, wordt hier ontvangen. En daarna gaat de receptengang beginnen. Dus ik ga je over... En dat is het gedeelte dat wij eigenlijk niet zien. Wat er allemaal gebeurt. Nee, dus wat we nu gaan laten zien, dat zien jullie niet. Dan gaan we nu kijken. Dus ik ga je overdragen aan Lienke Oostvogels. Zij is ook apotheker hier bij Apotheek Reinaert. En ze gaat jou verder rondleiden. Oké, kom. Welkom. We staan achter de balie. Hartstikke spannend. Wat gebeurt er hier allemaal? Dit is Lienke Oostvogels. Dag. Hoi. Ook apotheker bij ons in Apotheek Reinaert. Mm-hmm. En we gaan starten met receptverwerking. Dus laten we gewoon even zien. We beginnen bij het begin. Goed. Ik draag je over. Nou zie ik hier de computer staan. Dat is de eerste stap. Ja, klopt. Hier doen we alle receptverwerking. Dus als er een receptje binnenkomt, dan verwerken we dat in de computer. Oké, en dan hoe werkt dat? Leg eens uit. Ik zal het je laten zien. Je kunt een patiënt ga je eerst oproepen. Mm-hmm. Dus ik zal eventjes een voorbeeldje geven. We gaan bij Piep, proefpersoon. En dan krijg je allemaal schermen te zien. Dan gaan wij uiteindelijk het receptje intikken. En daar krijg je ook een overzicht van welke medicijnen die patiënt al gebruikt heeft. Ja, je krijgt eerst een overzichtje van welke medicijnen die de persoon al gebruikt. Mm-hmm. En dan kom je in het schermpje receptverwerking. En dan kan je gaan beginnen met het recept verwerken. Okay. Dus ik zal bijvoorbeeld miconazolcrème inbrengen. En wat is dat? Dat is tegen een schimmelinfectie. Jeel. Ja, niet heel fijn. Maar heel handig dat we daar wel medicijnen voor hebben. Maar dat kan ook zo in de vrije verkoop verkocht worden. Maar er zit nog wel een stukje medicatiebewaking aan vast. Want bepaalde mensen mogen dat niet gebruiken. Maar als je er nou bijvoorbeeld je hebt last van je schimmel in Amsterdam en je gaat even naar de apotheek. Staat het dan ook op deze computer? Nee, dit is alleen, wij zijn wel binnen Zeeuws-Vlaanderen geclusterd. Dus alle patiënten binnen Zeeuws-Vlaanderen zijn er wel op aangesloten. Oké. Maar het is wel handig om het even aan te geven dat je het gebruikt hebt. Want dan kunnen jullie het weer toevoegen. Ja, okay. We vragen ook als iemand uit Amsterdam komt, vragen we altijd de gegevens op van de eigen apotheek. Zodat we alles goed in kunnen zetten en de medicatiebewaking kunnen uitvoeren. Ja. Nu krijgen we dus een interactie te zien. Dus dat betekent dat er een wisselwerking is met andere medicatie die deze persoon al gebruikt. Hij geeft ook aan met welk medicijn dat is, met acenocoumarol in dit geval. En dat is? Een bloedverdunner. Mm-hmm. Dit geeft automatisch aan als het bijvoorbeeld een combinatie niet kan, gevaarlijk is. Ja, niet doen. Geeft ze eigenlijk allemaal al aan. Hij geeft zelfs keuzes aan wat je afhandeling zou moeten zijn. Oké. Dus in dit geval mag deze persoon het absoluut niet gebruiken en moeten we uitwijken naar een andere crème. Ja, en dat wordt ook automatisch aangegeven welke crème dan wel? In de meeste gevallen wel, ja.
Nou, dus hieronder staat het daaronder dat we kunnen uitwijken naar Clotrimazol bijvoorbeeld. Oké, dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan ja, andere bestandsdelen. Ja, precies. Ja. Het overzicht van, ik denk dat dat ook een, ja, ik weet niet of dat de volgende stap is. Ik zie hier een grote kastwand staan met allemaal laadjes en dingetjes. Ja. En daarin, wat ik al zei, een overzicht van allemaal papieren tasjes. Is dat de volgende stap? Ja, dat klopt. Ja. Als we het verwerkt hebben, dan komen de etiketten uit de printer. En dan gaan we vervolgens medicijnen bijzoeken uit de ladekast. Nou, we zijn in de snoepwinkel terechtgekomen van de apotheek. Ja. Er staan hier een aantal bordjes, dat is wat overzichtelijker voor de gasten die jullie vandaag ontvangen. We beginnen bij het klaarmaken van de medicijnen. Hoe werkt dat? Ja, dat wil dus eigenlijk gewoon zeggen dat we het medicijn wat we hier zojuist hebben verwerkt in de computer erbij gaan pakken uit de ladekast. Die grote bekende ladekast. Mag ik? Ja. Dat heb ik zo graag al willen doen. Daar liggen alle medicijnen op alfabetische volgorde in. Ja, en ik zie hier allemaal Excel, Gala, Kluk, Kali. Hoe kan je hier wijzen uit? Zoals ik zeg, ze liggen op alfabetische volgorde. Mm-hmm. Dus dat wil gewoon zeggen dat als je de medicijnen hebt, wat we net hadden, Miconazol, dan kijk je hier bij de Mico en dan trek je de na open. En dan vind je hier de Miconazolcreme. Kijk, die neem je mee. Ja. En dan? Dan pakken we de etiketten erbij die we zojuist uit de printer gepakt hebben. Ja, bij stap 1, ja. Ja, die plakken we dan op het doosje. Vervolgens lopen we hier naar de computer. Mm-hmm. En dan laten we de computer ook nog eens controleren. Dus dan scan ik het receptje, ik scan het doosje en dan geeft hij aan... Maar dat controleren, hoe bedoel je dat controleren? Nog een keer controleren? Ja, dan scan ik het receptje. Dus dan weet de computer, oh, dat moet Miconazolcreme zijn. Ik scan de barcode van het doosje en dan geeft hij aan of ik het juiste doosje bij het juiste receptje heb gepakt. Oké, en dan volgende stap. De volgende stap is dat daarna nogmaals gecontroleerd wordt door een collega. Dus dan roep ik een collega bij en die moet dan kijken of ik het juist gedaan heb. Oké, dus moeten er altijd wel twee mensen mee bezig zijn sowieso. Ja. En dan gaat het etiket op de medicijn? En dan? En dan gaan we het aan de patiënt overhandigen. En dan die medicijnen die liggen dan of als hier? Als de patiënt er nog niet is, dan ruimen we het hier allemaal op. En dan kunnen we het makkelijk vinden als de patiënt opkomt. En dan weer alfabetische volgorde? Alfabetische volgorde, ja. Oké, dan hebben we de controle hebben we gehad. Ja. Extra overleg met de apotheker of voorschrijver. Hebben we eigenlijk al in het begin over gehad, hè? Ja, precies. Dus als we zo'n melding krijgen in de computer... Dan kan het zijn dat een assistent eerst naar de apotheek komt of gaat overleggen met de voorschrijver over een alternatief. Mm-hmm. En dan advies en voorlichting. Ja, dat is wat we aan de balie doen. Dus op het moment van afleveren, dan geven we daar altijd een stukje advies bij. We zeggen altijd het gebruik, hoe ze het moeten gebruiken en hoe lang. En we geven ook een bijsluiter mee met meer informatie. Ja, die A4'tje is echt uitgeprint met helemaal complete uitleg. Ja. En dan zie ik hier ook staan op het einde van de dag. Ja, aan het einde van de dag moet de apotheker alle recepten nogmaals controleren. Mm-hmm. Dus dat gaat allemaal met de hand. En dan kijken we of dat alles juist is ingevoerd en of dat juist afgehandeld is. Oké, nou hebben we het nu gehad over de medicijnen, maar deze serviceapotheek die doet niet alleen medicijnen. Je hebt ook nog cholesteroltest wat je hier kan laten doen, huidtesten. Ja. Leg eens uit, waarom is dat die extra service? Wij doen dat sowieso al jaarlijks. We hebben dat nu vandaag ook ter ere van de open dag. Kunnen mensen hun cholesterol laten prikken, hun suiker ook laten prikken en hebben we een huidadviesdag. Dus dat er gekeken wordt wat voor type huid ze hebben en welke crèmes daar het beste bij passen. Oké, bijvoorbeeld met die cholesterol, normaal moet je daar een voorschrift hebben of bij de dokter en die zegt van je kan bloed laten prikken. Kost allemaal heel veel tijd. Ja. Het is niet zo dat je hier even binnen kan lopen, bloed laten prikken en dan... Nee, we doen dat op speciale dagen. Mm-hmm. Dus we hebben één keer in het jaar een cholesteroldag, zoals we dat noemen. Echt maar één keer? Ja, en dan kunnen mensen het laten bepalen. Oké. Nou is er nog een extra service. De app. We hebben jullie hebben een app. Hoe werkt dat? Kun je me daar een beetje uitleg over geven? Ja, we hebben inderdaad van Service Apotheek sinds kort een app. En daar kunnen mensen een account aanmaken. En dan kunnen ze ook hun medicatie inzien en eventueel ook herhalingen aanvragen. Hartstikke handig, toch?
Marnie, we zijn eigenlijk bij een, ja, misschien wel een nieuwe stap bij de Service Apotheek, een app. Ja, dat klopt. Ja, de tijd gaat vooruit, dus wij gaan ook mee. Er is tegenwoordig ook een app beschikbaar. Mm-hmm. Daarin kan je een account aanmaken en dan kan u zien welke medicijnen u gebruikt. Je kan je dossier, je historie zien wat je al gebruikt hebt. Mm-hmm. Daarmee kan je ook nieuwe medicijnen of nieuwe voorraad aanvragen. En hoe doe je dat op die app? Die app maak je aan op je telefoon. Mm-hmm. En dan kan je zo met je account inzien wat er allemaal in gebruik is. Okay, dan... Je hebt een bepaald soort medicijn, ik stel het even voor. Je wilt dat opnieuw bestellen. Nou, je hebt dat doosje en dan? Ja. Wat moet je dan doen? In de app kan u in uw historie zien dat u die tabletje bijvoorbeeld voor allergie al gebruikt. Mm-hmm. En die kan u dan aanvinken en die kan u dan weer bestellen bijvoorbeeld voor 3 maanden. Ik hoorde ook iets van een foto maken van medicijnen. Ja, dat is ook nieuw. Je kan, stel dat u bij een specialist bent geweest of u hebt een nieuw recept ontvangen. Dan kan u een foto maken van het recept en die kunt u dan doorsturen. En dan kunnen wij die verwerken en klaarzetten. En als u dan de medicijnen komt ophalen, kunnen u het receptje inleveren. Dan wordt het nog wel even extra gecontroleerd en dan kunt u de medicijnen gelijk meenemen. Oké, okay. Nou, stel je voor, ik heb een oma van 80 jaar in het verzorgingshuis. Ze heeft mantelzorg. Lijkt het mij ook wel slim dat de mantelzorger kan inzien wat voor medicijnen gebruikt is. Op het moment kan dat eigenlijk nog niet in verband met privacy, dat is heel belangrijk. Mm-hmm. Dus dat gaat eigenlijk nog niet. Het zou in principe wel kunnen als er afspraken onderling zijn gemaakt dan tussen de patiënten en de mantelzorger. Maar wettelijk gezien kan dat nog niet? Nee, in verband met de privacy, want die staat heel hoog. Maar mij lijkt het wel slim. Ja, het is zeker iets voor in de toekomst naar te gaan kijken inderdaad, om dat te veranderen. Nog iets te zeggen over de app? Dat was eigenlijk het stukje over de app, inderdaad. En waar vind je die app? Gewoon in je mobiele telefoon? Ja, op de smartphone kan je de app gewoon downloaden. Ja. Gratis? Ja, die is gratis, inderdaad. Ja. Nou, hartstikke mooi, dankjewel. Ja, een geslaagde open dag, kan ik wel zeggen. Hele leuke dag. Hoe waren de reacties? De reacties zijn zeer positief. Mensen vinden het ook een eye-opener om even in de keuken te kijken. Ja, het is echt interessant, want je staat voor aan de balie normaal. Nu mag je een keertje aan de achterkant kijken. Ja. En inderdaad, in het begin zeiden we van ja, het duurt wel af en toe een beetje lang om te wachten. Maar ja, dat snap je ook wel. 3 keer controle over de medicijnen, het wordt gewoon goed aangepakt. Wat ook gewoon normaal is eigenlijk. Ja. Waar moeten we nog aan denken als we aan de serviceapotheek denken? Denk aan Facebook. Mm-hmm. Vergeet ons niet te liken. En vooral onze nieuwe serviceapotheek app. Oké, okay. Ik wil je hartstikke bedanken dat we even langs mochten komen. Oké, okay. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, een hoop wijzer geworden bij de Service Apotheek. Heb jij nou iets te organiseren en wil je dit graag op televisie laten zien? Stuur ons dan even een mailtje. Het e-mailadres vindt u onder in beeld. Like ons op Facebook en graag tot de volgende keer. Doei!